En Grasalco wil als staatsmijnbouw de beschikking hebben over haar eigen tegoeden. Zo laat directeur Wesley Rozenhout weten. Volgens Rozenhout weigert de aandeelhouder, de staat Suriname, de gelden die het bedrijf jaarlijks verdient ter beschikking te stellen. Cijfermatig komt het uit op een bedrag van US$ 16 miljoen. De directeur kan zich niet terugvinden in de reden van de regering, met name president John Santokki, om door te gaan met een oude overeenkomst die Grasalco ervan weerhoudt om de financiële winsten zelf in te zetten. Dit gebeurt al vanaf 2006. Hierdoor moet het staatsmijnbouwbedrijf zich in de schulden steken om nodige investeringen te plegen, stelt Rozenhout verder. Het bedrijf heeft nota bene moeten inspringen om een ander noodlijdend bedrijf van de staat, de SLM, te helpen.